Hey beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. Ik ben hier met Lulu, zij is personal trainer en ik heb haar erbij gevraagd om ons te helpen met een inval full body workout. Dit betekent dat kracht wordt afgewisseld met cardio om nog meer in shape te komen. Hi allemaal, ik ben Lulu, ik ben fulltime personal trainer en voedingsadviseur. En sinds kort heb ik mijn eigen online portaal, Wielervaartsportportaal, daarmee geef ik online begeleiding in voeding en trainingsschema's. Jouw app bestaat eigenlijk uit de voedingsschema's en trainingsschema's, dus eigenlijk de beste van de wereld om goede resultaten te boeken. De reden waarom ik het belangrijk vind om met een personal trainer te werken is omdat ik niet wil dat je gekke blessures oploopt of dat je allemaal gekke accessoires moet gebruiken, maar gewoon in je eigen woonkamer kan trainen. En dat kan dus ook met haar app. Ik zal alle informatie hierover ook hieronder in de beschrijving zetten. Want ik vind het persoonlijk, ik was echt van, let's do this! Om onze schema workout te beginnen, beginnen wij met een warming-up van een oefening die je 30 tot 60 seconden kan uitvoeren. Gaan we nu mee aan de slag. Ja. En dat is de oefening die Agni heet. Ja. We beginnen, knie omhoog. Span je buik, span je aan. Yes. Rustig op je ademhaling letten. Probeer niet meteen voor op je tempo te gaan. Bouw het tempo rustig aan je 30 tot 60 seconden tijd. Netjes, ik knie omhoog. Een stukje hoger. Tempo mag een beetje opgevoerd worden. Heel goed op de hoop. Oh my god. Ik denk dat ik het zorg. Pas de warming up, hè? Ja, dat moet. Lang zachtjes, probeer op de voorkant van je voeten te wandelen. Ja. 15 seconden. Als het niet te snel te wachten, tempo een beetje af. Warming up. 4, 3, 2, 1. En heel rustig niet terug. We gaan nu zo door. We beginnen met de eerste oefening. De eerste combinatie die wij voor jullie bedacht hebben. We bestaan uit squat en een squat en een jump. Oefening bedoeld voor je benen, bilspieren en uiteraard je buikspieren. Yes. We beginnen met de statische squats. 15 keer. Zak door je knieën naar beneden. Probeer je bovenlichaam rustig te houden. Borstkasten naar voren. En span je buikspieren heel goed aan. Zit een beetje uit die baan. Die doen we 15 tot 20 herhalingen. Ik hard mee. En ik haal het heel goed bij. Nog 4 te gaan. Probeer je schouders ontspannen te houden. Nog 4. Rustig omhoog. Let op hierbij dat je niet te snel gaat. Voel de beweging. Laatste 2. Laatste oefening is oefening squat. Wisselen af met een cardio oefening en dat zijn de squat en de jumps. Je hebt het gedaan, ik doe ze nu eigenlijk, maar dan volgende dag een jump back. Yes. We wijzen hier, explosief. Ook hier hou je bovenlichaam recht. Zorg dat je hart zo omhoog gaat, ik ga na. Heel goed. Lange stap, dit is van de volgende van je voeten. Probeer als je een oefening uitvoert, dat je niet zo heel veel geluid maakt. Je land heel erg uit aan de voeten. Nog 5 keer. Oh my god, mijn been. Half. Goed doorademen. Nog 4, 3, 2 en rustig weer terug. De volgende oefening voor je benen zijn de uitstapplantjes. Voeten om je heupen. Stap je rechtervoet naar voren. En hier krijg ik echt zo'n mooie en rustig weer terug. Wissel je van mee, om en om. Bij uitstapplantjes is het belangrijk dat je voorste knie niet voorbij de tenen gaat. Bovenlichaam blijft hier wederom recht. Rug recht houden, buikspieren aanspannen en neem je tijd hier. Wat zou je met je armen kunnen doen hierna? Je zal zijwaarts bewegen kunnen maken, zo te bewegen als je met je benen doet. Ja. Dus niet terug. Dit is eigenlijk een soort pauze aan de Ivana Vili. Ja. Hier zet je hart stap terug. Ja. En hier. Rustig. Controleer, beweeg. Ik zie je het al, en ik heb een cardio. Laatste keer. Oké, en eventjes weer terug, zodat je benen los. Cardio oefening, wat we hierbij afwisselen, zijn de power lunges. Wat ik bijna even laten zien. Span je buik weer aan en go. 15 keer, let's go. Oh, hou vol. Goed doet ze, hè? Dit is wel echt heel leuk. Zwaar. Ik moet proberen met jou op mijn zijwaarts beweging te maken ook. Hoe? Zo, van deze gevorderde sporter, maar ten goede hoop je ziet dat je ervoor kiezen om iets rustiger te gaan. Dan zijn we op 4, 3 en de laatste. Pak eventjes je rust. Goed hoor.
met cardio. Nou, we sluiten de oefeningen af met een hele gemeene. Dat heeft zij bedacht. Brander. Hoe vond het? Nou, toen we dit deden, dat we even goed voorbereiden. Toen dacht ik, oh ja, ik zou wel een minuut tegen de muur aan. Nu tegen de muur. Nou goed. Dat is een hele hardcore gemeene oefening. Hiermee kan je even extra goed de pijn voelen. Je ziet al hoe binnen beginnen te vinden. Ja. Dat is goed, hè? Dat is goed. We hebben nog 30 seconden. Nee. Ja. Oh. Schouderbladen tegen de muur, tegen waar je het ook doet. Handen los, onderrug tegen de muur, borstkas op. En 1-10. Gedachten onder de denk van welke dingen er is. Ja, het is wel echt zwaar. Je bent er bijna even aan. Ja, ik mag het nog. 10 seconden. Alleen maar naar beneden denken. Ja. Stel weer een niche. Stel weer een niche. En dan mag je heel rustig omhoog komen in 4, 3, 2, 1. Rustig. We gaan nu verder met de bovenkant van haar lichaam. Ja, geef rust. We beginnen met een oefening wat voor haar onderrug is. Voor haar schouderbladen. Oftewel de Superman. Ja. Let ervoor dat je deze oefening goed naar beneden blijft kijken. Richt je ogen laag en handen je bij het kastje. Je toont je borstkas van de grond en laat je palm van je hand zitten en je zak weer naar beneden. Benen blijven gestrekt, voeten kunnen of op de grond blijven of voor gevorderde kijkjes om je voeten mee te nemen. 15 herhalingen doen we hier. En rustig uitblazen. Omhoog houden de spanning vast. Dit is wel zin hoor. Het is een beetje heel hard geworden. De oefening wat je gedaan hebt, mag een beetje. Een beetje pijn. Naast het feit dat haar onderrug een stukje bilspieren en hamstring traint, door handen naar buiten te draaien, heb je ook iets meer spanning tussen de schouderbladen. Dus dan pak je ook een stukje bovenaf van je rugbak in mee. En rustig weer terug. Let ervoor dat je je niet te snel beweegt. Neem je tijd. En rustig laten zakken. De laatste 5. De laatste 4. 3. Op je borst. En het laatste mag je even vasthouden. 4 seconden. 3, 2, 1. En 6. Yes. Volgende oefening wat we hebben is echt een van mijn allerlievelingsoefeningen. Dat komt omdat je me echt heel hard gaat voelen branden in je zij. En je hebt niet zo heel veel oefeningen voor de zij. Dus wat je doet is beenkaars recht. En dan dippen. Welke spiergroepen pak je mee, Anna? Geen idee. Hoe zei ik dan? Welke, wat voel je? Dit. Echt dit wat je nooit traint. Zorg ervoor dat je voeten, knieën, heupen op een rechte lijn hebt. En je elleboog heb je exact onder je schouder. Dat je hoek van 90 graden in je armen hebt. Nog 45 graden of zo. Dat doet het heel goed. 4. 3. 2. Andere kant nog even. Nou, dit voel je meer dan alleen je buikspieren. Dus het is zeker perfect is om het thuis uit te voeren. Andere pakje, schouders trainen. Buikspieren, andere pakje hier. Hoeveel zit je hier van? 12, 13, 14, 15. Yes. Ja, heel goed. Ja, netjes. Naar de zijplek. Ga je knieën zitten. Het beste werkt wel onder je overhandje onder. Gewoon je knieën onder je heupen. Arm omhoog. Charlie's Angels. En dan geef ze zo ver je kan. Dit is 1. En dit is ook 1. Je doet beide kanten 15 keer. 2. 3. 3. 4. Deze precies. Ook in de zijkant.
Ik zat met mijn kersie. Toen ik dat tijdens haar workout. Ik zat echt niet zo. Voeten een beetje breder dan je heupen. Ja, zit je breder dan? Ja. Je elleboog heb je onder je borstkast. Ja. En probeer je rug op de rechte lijn te houden. Als je binnen hebt, je stappen op de rug. Haal de billen dan iets hoger. En kies ervoor om je voeten iets breder te zetten. Nou, maak ze vanuit de normale plekking. Maak ze zijwaarts te leggen. Ik zeg altijd, kus je op de rechterkant. Terwijl je billen omhoog, kus je de andere kant toe. 1 seconde in het midden vasthouden. Voel de beweging. Je trekt het een halve cirkel. In het midden vast en aan de andere. Heel klein stukje de longen vasthouden en binnenhangen. En dan weer de andere kant op. Ook dit 15 herhalingen. En die voel je van links naar rechts branden in je buik. Zo lof. De draai is dus hier echt vanuit de heupen. Probeer je schouderbladen, je ellebogen rustig te houden. En voel de beweging uit voor je vanuit de heupen. Dit is trouwens ook een hele goede oefening voor de dansseizoen bij ons. Laatste 4. Iedere kant tot eigenlijk van 1 herhaling. Zoals de oefening wat we net voorgedaan hebben, nog 2. En dan de laatste. Yes. Toen de retail doe ik TRX. Dat is zeg maar met van die lussen die je kan ophangen. En dan hang je benen in en dan kan je heel goed je buikspieren trainen. Maar ik ben gewoon bewust dat heel veel mensen dat niet thuis hebben. Dus wat kan je doen? Ik denk dat ik de inspiratie heb voor zeker van de kersie van Pilates. Omdat echt een van mijn lievelingsoefeningen is. Omdat het zo zwaar is. Wat je doet. Oh, jullie doen het nog zwaarder dan mij. Dus we gaan zien of we het volhouden. Oké. Dus je handen zijn op de schouderbreedte. Je lichaam is helemaal recht. Kaars recht. En dan trek je knieën op. Doe je een push-up. Als je het niet kan, doe alleen maar deze. Jij kan het mooi van, toch? Deze 15 keer. We gaan het zien. Challenge accepted. 15 keer, hè? Yes. 1. Come on. 2. 3. Half. Het gaat netjes. 4. Heel belangrijk in deze oefening is dat je onder op één rechte lijn houdt als je wil. Laat het niet te laag zakken. Wat die mannen net al aangaf, is het te zwaar. Sla de push-ups even en volgens alleen van je buikspieren. Hoeveel zit je? 7. Ik denk aan een mooie six-pack. Nog mooiere six-pack. Oh, kom aan, hou vol. Hou vol, goed doorlaten. We zitten netjes uit. 10. Ja, ja. Het lijkt makkelijk, maar dit is een app-killer. Yes. Mooi. Ja, goed. Ik zeg je eerlijk, zo moet je niet doen. Had ik misschien 5 gedaan of zo. Het is echt wel zwaar. Ga ik nog één doen. Die doe ik ook nog niet met een TRX. Maar dit werkt ook prima. Je hebt echt een platte vloer nodig. Net zoals je net zag. Een handdoek. Dan kan je makkelijk glijden. Of als je bijvoorbeeld zo'n ding niet hebt. Kan je van die plastic of papieren bordjes nemen. En dan elke keer een keer op je voet. Oké. Wat je doet is lichaam weer kaars recht. En dan til je kont op. Dus niet duwen met je benen. Til je kont op. Ja, kom maar. Verschil met de oefening wat we net gedaan hebben. Wat Ivana net ziet is dat hier dat je knieën geen buiging meer maken. Dus je billen komen omhoog, dan hoef je je kont. En met de billen laat je weer zakken, je billen laat je weer zakken. Zorg dat bij de tweede oefening wat zij aan het doen is, dat draag je buiging in plaats van die knieën. Dus de benen blijven gestrekt. Hou vol, nog 8 keer. 2, 13. Bye. Yes. En je ons afsluiten. De killer. Dit is ook echt nog niet veel. Ik zoek hier voorbij, maar hij is wel echt. Vooral als je zo uit het einde van de workout doet. Als je aan het begin doet, dan denk je, gaat wel. Als je aan het einde van de workout doet, wauw. Oké, ik hoop dat je het overleven. 60 seconden, de timer is on. Ja, is ja? Ja. Go.
Schoppen hard naar voren. Goed je buikspieren aanspannen, knieën iets meer naar voren. Gebruik de tappen hier, hè. Hoe krachtiger vanuit de knieën, hoe meer je buikspieren aanspannen. Losse trapjes willen we niet, toch Ivana? Nee. Dit is goed naar voren. Kan maar bij 40 seconden nog. Voor de mensen die geboren zijn, zou ik denken om dit 60 seconden te doen. Of 30 seconden. Maar dit is de afsluiter. Dit moet echt en heel goed. Hou vast. 20 seconden, kom op. Nee, ik kan niet meer. Nee? Serieus? Ja. Nou, zoals je het ziet heeft Milou me eigenlijk helemaal afgemaakt met één setje. Ja, je hoort het goed. Eigenlijk als je een full workout wilt doen, dan doe je deze set. Doe je 3 of 4 keer achter elkaar. Ik kan me voorstellen dat je dat misschien de eerste keer denkt dat het onmogelijk is om dat te doen. Het kan echt. Je mag dit elke dag doen. En als je bijvoorbeeld 1 week achter elkaar elke dag 1 set doet, dan kan je de 2 weken opbouwen met 2 setjes achter elkaar. En eigenlijk zou je dan binnen een maand dit keer 4 achter elkaar kunnen doen. Ja. Het fijne van deze oefeningen is dat je zowel je spieren traint als aan je hartslag werkt. Wat je ziet, dat doe ik dus bijna nooit, zou ik wel moeten doen. Milou werkt dus ook op afstand, ze traint ook gewoon via haar app. Ik ga daarmee trainen als ik op reis ben, Milou helpt mij daarbij. Maar ze kan jou natuurlijk ook helpen. Wil je daar meer informatie over, check dan haar link hieronder in de beschrijving. Zet wat even hier. Helemaal uit de adem. Laat me weten als jij deze workout hebt gedaan of jij ook kapot bent. Dan zijn we samen in de dood. En ik dankjewel. Goed gedaan. Ik zie je volgende week. Ja. Veel leukers. Iets waar ik ook echt heel lang naar heb uitgekeken. Wat ga ik doen in 2015? Ik ga backpacken door Zuid.